Universiteit van Nederland. Nederland, het dichtst bevolkte land van de Europese Unie. Oké, op het eiland Malta na. En je zou denken, we zijn een klein landje, hebben veel mensen en een groot tekort aan woningen. Laten we dan vooral wolkenkrabbers bouwen. Maar het gebeurt niet. Oké, we hebben heus wel flats of kantoorgebouwen. Maar wie over Nederland heen vliegt, moet de wolkenkrabbers met een vergrootglas zoeken. We kennen wolkenkrabbers natuurlijk van de steden als Hongkong, Shenzhen. We kennen de plaatjes van tv met al die torens zo dicht op elkaar. En dat associëren we wel met een miljoenenstad. Terwijl we in Nederland, zeker in de Randstad, ook iets van 3, 4 miljoen mensen hebben. Maar inderdaad, veel minder hoogbouw zien. Dit is Tom Dame, hoofddocent gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Tom zit vaak met bestuurders aan tafel om over de woonoplossingen in Nederland te praten. Met hem lopen we vandaag door Manhattan aan de Maas. We zijn niet voor niks hier in Rotterdam. Rotterdam is een hele goede plek om het over hoogbouw te hebben. Eigenlijk omdat het de enige stad is waar het omarmd is, dat het mag, dat het kan. Van de top 10 wolkenkrabbers in Nederland staan er 7 hier in Rotterdam. Moeten meer steden dit voorbeeld volgen, gezien ons grote woningtekort? Of willen wij in ons land gewoon niet zo dicht op elkaar wonen? Of op eenzame hoogte? Nee, niet mijn ding. Waarom graag niet? Een achtertuin, moestuin, iets meer groen. Negatief is vooral als de lift bijvoorbeeld niet zou doen. Verschrikkelijk. Oh, ik zou er angstig van worden. Het is een mooi uitzicht natuurlijk, dat voornamelijk. We ontmoeten Tom bij de Zalmhaventoren in het centrum van de stad. Met 215 meter hoogte en 61 verdiepingen is dit onze huidige landskampioen wolkenkrabber. Wie hier woont heeft geen tv meer nodig. Je kan kijken tot aan de Noordzee en helikopters scheren langs je raam. En als je naar beneden kijkt, is het moeilijk voor te stellen dat er 200 jaar geleden nog niet één stad in de wereld was die er zo uitzag. Steden waren heel uitgespreid begin van het industriële tijdperk. We wilden dingen gaan produceren. Er werden grote fabrieken neergezet. En zo langzaamaan kwam er een reden voor veel mensen om naar de stad te trekken, vooral voor werk. De trek naar de stad, begonnen tijdens de industrialisatie, dreef ons dus de lucht in. De mens wil altijd meer, wil altijd hoger, prestigieuzer. Maar het moet wel mogelijk zijn, het moet veilig zijn. De lift werd uitgevonden, we konden met staal en beton bouwen. En zo verrezen de eerste wolkenkrabbers, ook in New York. There will tower on this corner the largest office building in the world. Het zijn bizarre beelden. Als een eenzame pilaar staat de Empire State Building in een verder nog laag bebouwde stad. Maar dat veranderde snel. The sky was the limit. Tenminste, in Amerika. Hier niet per se. Vanuit ons penthouse in de Zalmhaventoren kunnen we de eerste zogenaamde wolkenkrabber van Europa zien staan. Het Witte Huis. De grote lieveling van de Rotterdammers. Geen ander gebouw in Nederland is zo vaak afgebeeld als deze oude wolkenkrabber. Hou je vast. 10 verdiepingen, 42 meter hoog. Dat is nu niet meer dan een gemiddeld flatgebouw. Waarom deden wij niet mee aan die hoogtekoorts? Ja, dat heeft te maken ook met regelgeving in Nederland. Dat we het heel belangrijk vinden dat er veel meer daglicht in een gebouw is dan we in andere landen noodzakelijk zien. In New York hebben ze daar minder moeite mee. Dat je bijvoorbeeld ook een werkplek hebt waar eigenlijk geen daglicht is. En dat maakt het dat het ook mogelijk is volgens die regel om die gebouwen dieper te maken. En dat is heel belangrijk bij hoogbouw. Dus hoe dikker je een gebouw kunt maken, hoe hoger je hem kunt maken. Want anders valt hij natuurlijk om. Als je echt de hoogte in wil, moet je een diepe, stevige onderkant neerzetten. Waar dus op sommige plekken geen daglicht komt. En daar zijn strikte regels voor in Nederland. Dat was bij Empire State Building 1933 opgeleverd. Natuurlijk ook een belangrijke factor dat men in die diepte kon bouwen. En de mogelijkheid om in de hoogte te bouwen maakte dat een plek kon ontploffen tot een miljoenenstad. Nu zijn er, volgens de laatste telling van de Verenigde Naties, 81 steden ter wereld met meer dan 5 miljoen inwoners. Waarvan de meeste in Azië. Er zijn echt enorm veel miljoenensteden in China heel snel verrezen. En dat kunnen we eigenlijk ons moeilijk voorstellen, omdat ze dat in hele korte tijd hebben gedaan. Tientallen miljoenen steden hebben ze uit de grond gestampt. En dat maakt het heel bijzonder. En dan kan je eigenlijk het beste vergelijken dat als minister Hugo de Jonge, die nu die woningen wil realiseren, de vraag krijgt of hij er niet 900.000, maar 90 miljoen wil bouwen. Zo moet je het eigenlijk vergelijken. Nou, wat ga je dan doen? En dan komt hoogbouw natuurlijk wel als optie nadrukkelijk op de kaart. Ja. We lopen met Tom door het enige stukje Nederland dat een beetje meedoet in de hoogte. De Kop van Zuid in Rotterdam. Gebouwen van 139 meter hoog. De Montevideo, 151 meter hoog. De Rotterdam, 158 meter hoog. New Orleans. En een stukje verderop prijkt de nummer 2 van ons land. De Maastoren, 164 meter hoog.
Mogen we dit eigenlijk wel wolkenkrabbers noemen? Nou, er is natuurlijk geen echte wetenschappelijke definitie voor. Maar als we in Nederland erover praten, dan zie je al dat in Amsterdam bijvoorbeeld 60 meter al hoog is. Wat met de aanvliegroute van Schiphol te maken heeft. Maar dat we in de rest van Nederland toch wel 80 meter een beetje als de... Nou ja, daarboven gaan we echt over hoogbouw praten. Maar dat is in het buitenland wel anders. 100 meter moet je minimaal wel hebben, hè? Dus 3 cijfers. In New York is dat 200. Daar doe je pas mee als je boven de 200 meter bouwt. En als we dan bijvoorbeeld naar Hongkong kijken. Daar heb je een stukje stad, niet groter dan het Vondelpark in Amsterdam, waar de hele bevolking van Gouda in past. Door al die enorme woontorens. De een gruwelt hiervan, de stad als machine. Maar de ander zegt, het is de kathedraal van de 21ste eeuw. Super efficiënt. Daarom zijn miljoenen steden overal ter wereld uit de grond geschoten. Hongkong, Chicago, Vancouver, New York, Moskou, Shanghai, Tokio, Dubai. Waarom staat er geen Nederlandse stad in dit rijtje? Er zijn 4 goede verklaringen voor waarom we in Nederland minder hoogbouw hebben. En de eerste is technologie. De bodem van Nederland is gewoon een spons. Daar kunnen we moeilijk hoge gebouwen op neerzetten. Dus we hebben hele lange verdedigingspalen nodig om hoogbouw stabiel genoeg te krijgen om ook hoog genoeg te kunnen bouwen. En wat we eigenlijk doen is, we zoeken die zandlaag op. En de eerste zandlaag die je hebt is zo'n beetje 20, 25 meter. Maar bijvoorbeeld de Zalmhaventoren die we hier achter ons zien, die heeft palen van wel 60 meter nodig om die tweede zandlaag te bereiken waarop dat gebouw uiteindelijk staat. Terwijl gewone gezinswoningen, 4 meter, 10 meter, dan hebben we eigenlijk wel genoeg draagkracht. De tweede reden dat we minder hoogbouw zien in Nederland is dat het natuurlijk ook vrij duur is om te maken. En dat heeft allereerst te maken met die regels over daglicht waar we het eerder al over hadden. In Nederland vinden wij, daglicht is gezond. Als je een woonruimte verhuurt, moet er daglicht binnenkomen. Dus in tegenstelling tot andere landen hebben wij vooral iets aan de buitenschil van zo'n hoog gebouw. En het tweede is dat als je zo hoog wilt wonen bijvoorbeeld, je natuurlijk er naartoe moet met de lift. En je moet kunnen vluchten met een trap. Dus er is uiteindelijk weinig ruimte meer over op die vloervlakte om heel veel woningen of kantoorruimte te maken die je uiteindelijk kunt verkopen of verhuren. Dus een bouwer zal na gaan denken over hoe kan ik dat geld wat ik stop om zo hoog te kunnen bouwen, hoe kan ik dat terugverdienen? En dat is best wel moeilijk rond te rekenen, zoals ze dat zeggen. En reden 3 zie je meteen als je over Nederland vliegt. Een uniek landschap. Al die dorpen, kleine steden en grotere steden, maar die niet echt veel van elkaar verschillen. En dat betekent eigenlijk dat we niet, zoals in bijvoorbeeld Parijs of Londen, niet één stad hebben waar heel veel mensen willen wonen en werken. Waardoor eigenlijk hoogbouw automatisch een oplossing wordt. Die concentratie, dat kennen we in Nederland minder, dat is meer verspreid. In plaats van 1 of 2 hele grote steden, hebben we in Nederland dus heel veel kleine steden. Een stad als Leiden bijvoorbeeld, of Zwolle, Apeldoorn, Amersfoort, Den Bosch, Breda, Tilburg, allemaal steden van vergelijkbare grootte, hebben natuurlijk enorme aantrekkingskracht in de zin dat ze wel interessante binnensteden hebben, historisch, maar ook met die voorzieningen erin, het theater, het museum, et cetera. Maar je kan ook daar heel mooi wonen. En dat maakt het leven in Nederland eigenlijk heel aantrekkelijk, omdat je dus en van die mooie, wel groene omgeving kunt genieten, maar eigenlijk op korte afstand ook zit bij hele interessante, mooie, aantrekkelijke binnensteden met die voorzieningen. Zo aantrekkelijk dat we dat willen beschermen. Amsterdam is UNESCO Werelderfgoed, de grachtengordel. En daar zitten hele strikte regels aan verbonden over dat dat zicht op die binnenstad, op dat werelderfgoed, niet verstoord mag worden door op de achtergrond een of andere paal die in het zicht staat. De vierde reden dat we minder hoogbouw in Nederland zien is dat je natuurlijk ook mensen van en naar de gebouwen moet krijgen. En dat betekent natuurlijk veel verkeer. En in hoogbouwsteden lossen ze dat op met name metro's. En die hebben we in Nederland ook wel, in Amsterdam, in Rotterdam. Maar om hoogbouw mogelijk te maken is eigenlijk veel meer van dat soort openbaar vervoer nodig. En dat maakt het ook heel erg duur om te maken. En moeten we met elkaar daar denken over, willen we ons geld daaraan aan besteden of willen we ander soort bouw waar dat minder nodig is neerzetten?
Oké, we zijn als landje dus te zompig. Hoogbouwen is te duur. We houden te veel van onze oude pittoreske binnensteden. En we hebben simpelweg de infrastructuur niet. Krijgen wij dan nooit een Dubai aan de Rijn of een Tokio aan de IJssel? Nou, we leren ontzettend veel over de voor- en nadelen van hoogbouw. En wat we eigenlijk dan willen doen in Nederland is zorgen dat het een goede balans heeft, die hoogbouw, met de andere type bouw die we ook aantrekkelijk vinden. En dat eigenlijk de combinatie van die verschillende dingen dan uiteindelijk een hele goede stad oplevert. Daar zijn we nu erg mee bezig en dat maakt het ontzettend leuk om daar aan te werken. Lang leven ons lage land. Bedankt Tom, tot de volgende.